Sporten is voor ons gezond, dat weten we allemaal. Maar ook voor dieren is sporten en bewegen heel erg belangrijk. Zelfs onze kleine huisdieren kunnen onverwachte topsporters zijn. Ik ben Maud en dit is Dierencafé. De meeste honden moeten veel rennen om gezond te blijven. Maar weinig honden bereiken zulke hoge snelheden zoals bij de Redense Windhondenrenvereniging Zwift. Welkom. Hoi, dankjewel. Fijn dat je er bent. Jij bent secretaris, hè, van de renvereniging Zwift. Ja, dat klopt. En je hebt ook twee prachtige hazenwindhonden bij je. Windhonden. Niet hazenwindhonden. Nee, iedereen zegt dat, maar dat is eigenlijk een beetje volkstaal van vroeger uit. Maar het zijn windhonden. Oké. Okay, daar heb je dan weer verschillende rassen in. Dus, en welke ras is dit? Dit is de Whippet. Whippet. Ja, dus de ena kleinste windhondenras. En dit zijn jouw honden? Dit zijn mijn honden, ja. En hoe heten ze? Dit is Dazzle, dat is een mannetje, en dat is een vrouwtje, is Dizzy. Lekker mak. Nu zijn ze heel mak, maar dat zijn ze niet als jullie aan het racen zijn. Nee. Zodra we richting rentbaan komen of ze horen het motortje waarmee de nephaas zeg maar voortgetrokken wordt, dan worden het hele andere honden. Yeah. Maar in huis zijn ze wel zo. En wat doe je om ze voor te bereiden voor wedstrijden bijvoorbeeld? Belangrijk is dat ze een goede conditie hebben. En die hou je eigenlijk door wel dagelijks gewoon veel te wandelen. Maar ze hoeven niet dagelijks uren los. Als je een paar keer per week ze lekker los laat rennen, dan is dat eigenlijk al voldoende. En als je nou echt wedstrijden wil gaan doen, dan is het wel handig om bij ons bijvoorbeeld op de renbaan te komen trainen. Ja, precies. En worden er veel wedstrijden georganiseerd in Nederland? Ja, eigenlijk best wel. De sport is niet zo groot meer. Vroeger was hij veel groter. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat misschien het ook te maken heeft met dat vroeger in Nederland ook gegokt en zo mag worden. Dat is niet meer, gelukkig, vind ik. Want ja. Het is pure hobby nu in Nederland. En verder weet ik het eigenlijk niet zo goed, want het is een hartstikke leuke sport. Ja. Ja. En welke snelheden worden er bereikt door honden? De Whippet is eigenlijk de ene snelste windhond. En die redden ongeveer een snelheid van 55 km per uur. Oeh. En eigenlijk binnen 4 tot 7 sprongen na de start zitten ze op die snelheid. Dus ze hebben een hele hoge acceleratie. Yeah. En de allersnelste windhond is de Greyhound. Dit is een maatje groter en die redt bijna 70 km per uur. Dus tijdens een wedstrijd worden die rassen ook niet gemixt? Is het per ras? Ja, het is per ras. Anders is het niet eerlijk. En ook nog meestal in ieder geval teven apart en reuien apart. Ja. Tenzij bij te weinig deelnemers, dan willen ze nog wel eens in overleg met eigenaren het mengen. Ja, maar in principe is dat gescheiden. En wat zijn nou hele typische karaktereigenschappen? Want ik zie ze nu bijvoorbeeld ontzettend rustig lekker liggen in de studio hier. Maar wat vind jij nou echt kenmerkend voor windhonden? Dat vind ik dus geweldig aan windhonden. Ze zijn in huis ontzettend lief en eigenlijk heel rustig. Natuurlijk kun je met ze in huis spelen hoor. Als ik met ze zou gaan spelen, dan komen ze wel tot leven. Ja. Maar eigenlijk als ze voldoende beweging krijgen buiten, dan zijn ze binnen heel rustig. En ze liggen het liefst bij je op de bank. Lekker knus. Bij het haardvuur, onder een dekbed het liefst. En buiten zijn ze gewoon heel levendig, vol passie. Altijd in om te sporten met je. Ja. En dat hoeft niet eens per se de rensport te zijn. Wat ze wel natuurlijk heel leuk vinden. Ja. Maar het zijn de buiten gewoon hele leuke actieve honden. En zou je er nog meer willen? Of is 2 genoeg? Nee. Ja, ik hoop met haar een nestje te fokkeren dit voorjaar nog. En dan houden we er in ieder geval één zelf. Oh. En ik zou er nog wel weer willen, maar dat wil mijn man niet. Nee. Het blijft bij 3, maar ja, we wonen ook in een normaal huis, dus ik snap het wel. Ja, precies. Nou ja, dat hazenwindhonden hoge snelheden kunnen bereiken, dat weten we nu inmiddels. Maar ook onze eigen dwerghamster, June, die heeft het racen in haar bloed. Daarom hebben we voor haar een heuse hamsterhindernisbaan aangelegd. Kijk maar.
Ja, Maud, welkom bij de hamsterhindernisbaan met onze lifestyle voor pets mascotte June. Als Siberische dwerghamster is zij natuurlijk ontberingen gewend, maar dit parcours is extreem. June onderzoekt de eerste hindernis op zekerheid. Uiterst zorgvuldig, die June. Maar wat nu? Nu lijkt ze zich te storten op een ander knaagdier. Ze laat geen spaat van hem heel. Joentje, Joentje toch, waar is je respect voor de tegenstander? Nou, zo te zien is June hier nog wel even druk mee bezig. Hopelijk zien we haar straks nog in actie. Dieren die wel gewend zijn om hindernissen te nemen, zijn paarden. En we kennen natuurlijk allemaal de paardensport dressuur van de successen van Ankie met haar paard Bonfire. Met al deze kwaliteiten is het dan ook niet voor niets dat paarden de enige dieren zijn die meedoen met de Olympische Spelen. Dressuur is absoluut de basis. Dat is het eerste waar je mee begint. Want ga maar na. Als je een paard uit de wei haalt en die kent nog niks, je gaat erop zitten, dan moet je toch wel gas, rem, linksaf, rechtsaf kunnen. Dat is wel fijn, anders kom je nergens. Dat bepaalt het paard zelf waar hij naartoe wil. Best gevaarlijk. Dus dat is eigenlijk waar je mee begint. En dat ga je op een gegeven moment fine-tunen. Je leert gewoon de paarden welke kant ze op moeten. Of ze harder moeten, of ze zachter moeten. Dat soort dingen. En dat heb je met alles nodig. Met springen, met dressuur. Dit is Giovanni. Een 6-jarige hengst. Ik kocht hem als veulentje. Hé, wat ben je aan het doen? Hoe ouder de paarden worden, hoe verder gevorderd ze zijn, hoe meer opgericht ze zouden moeten lopen. Dus dan moeten ze het hoofd iets hoger houden dan wanneer ze jong zijn. Maar dat heeft allemaal te maken met hoe sterker en krachtiger ze worden, hoe meer getraind, hoe beter ze daartoe in staat zijn. Alles staat en valt met communicatie tussen paard en ruiter. Als ik een klein hulpje geef met mijn hand of met mijn been, moet het paard gewoon weten wat ik daarmee bedoel. Ja, in het begin denk je weer, wat bedoel je? Nou, dan ga je het nog een keer herhalen en dat herhaal je nog een keer en nog een keer. En dan ben je 1000 herhalingen verder en dan snapt hij heel goed uiteindelijk wat je bedoelt. Dus het is echt hoe hoger je komt, hoe meer je kan lezen en schrijven met elkaar. Paarden zijn echte topsporters, net zoals vele honden. Maar hoe blijven ze gezond? Onze partner Prince Pet Foods hecht veel waarde aan de gezondheid van sporthonden en doet daarom onderzoek naar de optimale ondersteuning voor deze dieren. Ook houden ze brainstorm sessies met professionals over sportdiergeneeskunde en revalidatie voor honden. Alles om het welzijn van de dieren te verbeteren. Ook partner van Prince is Canicross Nederland. En Carlien Harms begrijpt hoe belangrijk het is om met honden actief bezig te zijn. Hallo Carlien. Hoi. Welkom, fijn dat je er bent. We zagen net al wat hele mooie beelden, hè, van Canicross, zodat iedereen zich al een beetje een voorstelling kan maken. Maar misschien kun je toelichten, wat houdt Canicross precies in? Nou, Canicross is sporten met je hond, waarbij de hond aangelijnd is. Dat kun je al lopend doen, maar ook met de fiets en ook met de step. Oké, dus er zijn verschillende varianten. Dat klopt, ja. Maar Canicross, over het algemeen bedoel je daar het hardlopen mee. En als je met de fiets gaat sporten met de hond, waarbij de hond zeg maar voor de fiets uitloopt, ja, dan noem je dat bike yoring. En als de hond voor de step uitloopt, noem je dat steppen met de hond, ja, of dog scooter. Ja. Oké, fantastisch. En ik zie hier wat tuigjes liggen. Dat zijn middelen die gebruikt worden, nou, denk ja, ik. Nou ja, je hebt zelf een heupgordel aan. Want het moet natuurlijk wel zo zijn dat het ook comfortabel is als je voortgetrokken wordt, ja, door je hond, zeg maar. Dat gebruik je dan met hardlopen. Met bike yoring is er een bepaalde constructie aan je fiets. Dus dan is het niet zo dat die hond aan jou trekt, maar die trekt aan de fiets. Ja. Dat geldt ook voor het steppen met de hond. En de hond, ja, je kunt hem natuurlijk niet zomaar
aan zijn kilt hij zichzelf. Ja, ja, zeker. Dus hij heeft een apart tuig wat goed passend moet zijn, waardoor de trekkracht goed verdeeld wordt. Ja. Waarbij hij comfortabel kan trekken. Ja. En met welke honden kun je eigenlijk allemaal canicrossen? Zijn alle rassen geschikt? Nou ja, overwegend moet de hond wel een beetje kunnen rennen natuurlijk. Niet al te klein. Een tackle, daar heb ik nog nooit iemand mee zien canicrossen. Ja. Maar goed, overwegend, het zijn het honden die graag willen rennen. Ja. En dat, ja, dat kan een Jack Russell zijn. Ja. Maar dat kan ook een Ridgeback of een Greyster. Ja, want je hebt je eigen honden meegenomen. We horen ze al een beetje op de achtergrond. Ja. En wat zijn dit voor een rassen? De bruin is een Ridgeback. Ja. Dat is een lekkere eigenwijze dame. Die het, als ze zin heeft, gaat ze trekken. En als ze geen zin heeft, denkt ze, bekijk jij het. Ja. En de ander is een Greyster uit Noorwegen. En die zijn daar speciaal voor gefokt. Dus ja, precies. Die willen eigenlijk niets anders dan rennen. Maar het lijkt me iets wat je vooral kan beoefenen als je zelf ook wel echt sportief aangelegd bent. Nou ja, dat is wel. Met deze sport is het zo dat je zelf ook actief mee moet doen. Ja. Kijk, als je... je kunt ook honden zelf laten rennen en dan ben je een hele trouwe supporter. En verzorg je honden natuurlijk heel goed. Dat doen wij ook hoor, daar niet van. Maar wij moeten zelf ook nog zelf meesporten. Ja. Je vormt gewoon een team. En kunnen kinderen dat ook doen? Ja, ja, zeker. Ja, mijn dochter die doet ook aan canicross. Echt waar? Ja, maar vanaf een jaar of... Ja, kijk, op het moment dat de kinderen een beetje kunnen hardlopen... kun je natuurlijk samen met je ouder zeg maar gaan rennen. Ja. Maar dan is het wel belangrijk dat er ook iemand is die dat hond die dat kind een beetje begeleidt. Ja, precies. Je kunt niet zomaar die hond of dat kind achter dat hond hangen. Nee, precies. En wedstrijden? Zijn er wedstrijden? Ja, in Nederland zijn er ongeveer 12 wedstrijden per jaar. Wauw. En, maar goed, ook in het buitenland. Dus is ook een Europees kampioenschap. En ook een wereldkampioenschap. Dus het is echt een fantastische iets om actief te zijn met je hond. En flink te sporten dus. Dat is echt fantastisch. Ja. Wie ook heel erg actief aan het sporten is op het moment, is onze studiohamster June. Hoe staat het ermee, Sander? Ja, Maud, June is het parcours nog een beetje aan het verkennen. Ze weet dat ze nog alle tijd heeft om alle records te breken. Kijk. Ze snuft een beetje aan Jedi Master Yoda en duikt hop, zonder vrees, de Tunnel of Terror in. Nu bekijkt ze R2 een beetje en springt zo het spookkasteel in. Ja, Joontje, zo ga je nooit een goede tijd neerzetten door een beetje in een kasteel rond te hangen. En nu doet ze de aarde nog schudden ook. Waar gaat dit toch heen? Dansen met slangen? Ik weet niet of ik daarop zit te wachten. De koningspython is een populaire soort om als huisdier te houden vanwege zijn rustige karakter. Daarom gebruiken sommige buikdanseressen de slang als danspartner tijdens hun optredens. Niet dat de slang veel in te brengen heeft gedurende de dansroutine, maar de python houdt zich doorgaans rustig genoeg. Een andere slangensoort die vaak wordt gebruikt voor Oosterse optredens is de brilslang, waarbij slangenbesweerders de slang zogenaamd hypnotiseren met hun fluit. De slangen volgen echter de bewegingen van de fluit en niet het geluid, want slangen zijn nagenoeg doof. Huisdieren waar ook veel mee wordt gedanst zijn honden. En bij hondenschool Dogside zijn er wel wat danstalentjes te vinden. Ik sta hier in Studio 2 en we hebben het hier perfect gemaakt om eens even flink te gaan doggy dansen. Ineke, hallo. Jij bent een fanatiek doggy dancer, hè? Kun jij ons misschien uitleggen wat het precies is? Doggy dance is eigenlijk gewoon een leuke oefening samen met je hond. En maar wat moet ik me erbij voorstellen? Gaat er een muziekje aan? Ja. Gaan we ook echt waar? Ja, je kan uiteindelijk een muziekje erbij zetten. Eigenlijk ga je de hond aparte oefeningen oefenen, aanleren. Mm-hmm. Die ga je aan elkaar breiden. En jezelf maak je er een muziekje bij. Ja, stel je samen op de computer. Ja. En dan heb je een programmaatje in je hoofd wat je met je hond kan gaan oefenen. Wat leuk. En welke muziek kies jij uit voor je hond? Ja, Singing in the Rain is heel erg leuk. Heel leuk. En daar zit ook een beetje tempo in, zodat je met je hond ook werkelijk wat kan doen. Want te slow moet het ook niet zijn. Nee, hè? Precies. Nee. En hoe lang duurt het voordat je je hond echt een routine aangeleerd hebt? Als je een normale doorsnee hond hebt die goed gesocialiseerd en getraind is, dan ben je met een half jaar al heel end. En je hebt je eigen hondje meegenomen vandaag? Ja. Wie is dit? Dit is Goodie Bag. Een Goodie Bag. En hij is gevonden, dus hij is via het asiel naar mij gekomen. Ja. En hij heeft een rugzakje noemen we dat dan. Hij heeft een beetje vervelende dingen meegemaakt. Mm-hmm.
Dus hij vindt het allemaal heel erg spannend. Ja, dus Doggy Dance duurt een beetje langer bij hem. Maar het is een goede manier om in contact te komen met ja, je hond. En, ja, als hij eenmaal zover is dat hij durft, dan kan je in een heel eind komen, ja. En, maar het duurt wat langer. En voor iemand als ik heb nog nooit gedoggy danced. Is dat voor mij moeilijk om te leren? Ik denk het niet, want het is gewoon even sturen met een voertje. Nou, je hebt lekkere worstjes bij je. Ik heb worstjes in mijn hand, ja. En dan is het gewoon even hopen dat hij contact met je maakt. Meewerkt. Kun je iets laten zien wat ik misschien kan proberen na te Goed, doen? Ik hoop het. Kom eens. Goed zo. Nou, eentje die redelijk makkelijk kan, is gewoon een rondje om zijn as draaien. En dan krijgt hij weer wat lekkers. Maar als je dat al lopende doet, dan krijg je dat hij netjes met je meeloopt. Terwijl je een oefeningetje doet. Leuk. Ik mis de muziek, maar het maakt niet uit. Alles met stapjes. Dus als je dat voetje voor hem houdt en je gaat naar achteren en je doet dit, dan draait hij een rondje. Kijk, dat is een pirouetje. Goedie. Hé, hey, kijk eens. Ik doe die wel geven, want anders dan stopt hij erbij. Ah, oké, okay. Heel goed. Loon naar werk noemen we dat. En heb je nog een leuke dance move? Ja, dat kan. Een achtje. Dus ga je een beetje wijdbenen staan. Ja. En dan ga je achter je ene been langs. En dan komt hij naar voren. En dan heb je gelijk de volgende. Een achtje. Oh, kijk eens. Hij doet het ook goed. Ja, dat doet hij netjes. Oké, okay, nou jij. Deze soort is achterlangs, hè? Ja. Goed. Ja. En naar je andere hand. Oh. Andere hand. Ja. Goed zo. Keurig. Oh. En als je nou in alle twee je handen wat hebt, ja, dan precies, kan je... dan kan ik... kan je wat doorgaan. Goed zeg, wat leuk. Ja. Ik ja. vind dit helemaal top. En het is ook lekker sportief bezig zijn. Ja, met je hond. Ja. Hartstikke leuk. En het kan met alle leeftijden en heel veel soorten honden. Dus fantastisch. Van kinderen tot bejaarden kunnen er meedoen. Ja. Een fantastische manier om bezig te zijn met sport en met je huisdier. Ja, ik vind het zeker. Een geweldige combinatie. Ik hoop dat heel veel meer mensen het nog gaan doen. Ja, leuk. Wie ook heel erg fanatiek bezig is op dit moment, is onze studiohamster June. Sander, hoe gaat het ermee? Oud, we zijn in de slotfase beland van de hamsterhindernisbaan met onze mascotte June. Ze lijkt zich op te maken voor de laatste fase van de race. Ze chillt eerst een beetje met Ash en zijn kenningszaag. Ze lijkt niet erg onder de indruk. Maar wat is dit? Ondanks een poepje op de baan zet ze een enorme eindsprint in. Deze race breekt alle bestaande records die er maar bestaan. Vol zelfvertrouwen duikt zo de finish. Maar wat nu? Ze doet de hindernisbaan gewoon nog een keer. Het is ongelofelijk! Ja, Maud, we zijn hier nog wel even. Want ja, June die doet haar eigen ding. Wat fijn om iedereen zo lekker sportief bezig te zien. Alle dieren, klein, groot, het maakt allemaal niet uit, hè, dames? Toch? Nee, maar zeker niet. Monique, je hebt net ook wat van doggy dance gezien. Denk je dat dat iets is voor jouw windhonden? Ik denk wel dat ze het zouden kunnen. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ze willen graag met je werken. Dus ik denk als je het met een beetje geduld wel. Ze pakken het minder snel op dan denk ik een herder of een labrador of zo. Maar ja hoor. Leuk, dus dat is wel een poging waard misschien in de toekomst. Wie weet. Worden er wedstrijden georganiseerd of niet? Ja, er worden zeker wedstrijden georganiseerd. Veel? Ja. Nee, dat valt wel mee. Ja? Maar het programma om een dansje in elkaar te draaien, dat vraagt wel heel veel tijd. Dus je hebt wel veel voorbereiding nodig. Wil je zover komen dat je een wedstrijd kan lopen? Ja, precies. Carlien, doggy dance? Nou, nee. Iets voor jou? Nee? Nou, niet voor mij, maar zeker denk ik ook niet voor mijn honden. Oké, okay. Nee, niet de juiste die sport voor jou. Nee. Hey, en we zagen net wat over de paardensport voorbij komen. Dat het de enige dieren zijn die op dit moment vertegenwoordigd zijn tijdens de Olympische Spelen. Maar zou dat de canicross bijvoorbeeld, zou dat iets zijn wat op het programma zou kunnen dat zou komen? Het zou erg leuk zijn, maar ik denk een illusie. Maar... Waarom, denk je? Daar is het niveau ook niet naar, denk ik. Maar ik weet wel dat ze bezig zijn of zijn geweest om sledehondensport eventueel bij de winterspelen te krijgen. Dat zou fantastisch zijn, dan toch? Ja, ga ik vaker naar de sneeuw. Ja, precies. Even heel hard trainen, toch? Goed. Monique, Ineke, Carlien, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en succes met alles wat jullie nog gaan doen met jullie huisdieren. Aan het eind van ieder programma maken wij altijd een hele leuke selfie met alle gasten en mezelf. En hopelijk ook de honden. Dus we gaan kijken of we alles en iedereen op één foto kunnen krijgen. Dus jullie mogen een beetje bij elkaar gaan zitten. Ik ga naar beneden. 1, 2, 3. Cheese! Nou, hartstikke mooi. Dank jullie wel. Goed. Hartstikke leuk. En wat zijn ze lief, hè? Ja, lekker rustig. Misschien moeten we June even bij. Ja.